fijn dat je kijkt naar TV zelf. Inge, heb jij wel eens een liedje in je hoofd? Ja, dat heb ik wel eens en dat is bloedirritant. Maar wat voor liedjes zijn het dan die zo blijven hangen bij jou? Vrienden voor het leven. Kameraden voor de laatste. Oh shit, nou zit het in mijn hoofd, Inge. Bedankt. Ja, daar vroeg je toch om? Ja. Nou ja, Patricia die heeft ook wel eens liedjes in haar hoofd. Vooral van Nederlandstalige muziek. Ik krijg het gewoon niet meer uit. Hoi, ik ben Patricia. Ik wil jullie iets laten zien over mijn hobby vandaag. Kom gezellig binnen. Mijn hobby is, zoals je ziet, Nederlandstalige muziek. En dan vooral van Volendam. En ik heb verschillende gesigneerde spullen, posters en dergelijke. Dus, en dan kun je hier, daar zie je het resultaat van. Thomas Bergen, Nick en Simon, Frans Duits, Jan Smit en Patrick Dano, ook verschillende Nederlandstalige artiesten. Wie is je absolute favoriet? Ja, toch wel Jan Smit. Ja, ik vind ze eigenlijk allemaal, ja, ze zijn allemaal even goed. Maar als ik dan echt moet kiezen, dan is het Jan Smit. Ook gewoon de optredens zijn altijd gezellig, zijn eerste sessies. En ook tijdschriften die ik haal, als er weer een poster in staat, dan haal ik hem en dan kijk ik of ik hem nog ergens bij kan hangen. Wat is jouw favoriete liedje van Jan Smit? Leef nu het kan. Dat vind ik een heel mooi nummer. Vogels die verdwalen als de wind ze niet komt halen, vliegen in een lange rij, onverwachts aan mij voorbij. Heb ze net op tijd zien komen, was weer half aan het dromen na een lange nacht. Ha. Heb ik gehoord dat jij ook in een band zingt, of niet? Ja. Ja, ik zing niet echt Nederlandstalig, meer blues en country liedjes en eigenlijk ook van alles en nog wat. Ik heb hier ook mijn eigen microfoon. Daar oefen ik hier mee. En ik kan met mijn keyboard toonhoogtes en zo oefenen. Een vitrinekast. Die heb ik vol met gesigneerde spullen. Ik heb hier zowel het eerste singeltje van Jan Smit. Er staat ook een handtekening op. Wil jij zelf ook een ster worden? Nee. Ik doe het echt gewoon voor mijn hobby. Gewoon voor mijn hobby een beetje bij de band zingen. Plezier maken. En ze hebben ooit eens één keer, heeft een klein meisje, dat was ik geloof een jaar of 10. Die heeft één keer een handtekening aan mij gevraagd. En dat was wel heel leuk. Kwam ze echt met een boekje en dat was een klein kindje. Ik kwam mijn handtekening vragen. Dit is een stukje van de band. Daar zijn we ook een keer mee op tv geweest. En het is gewoon een heel leuke band. Ik heb dan zelf ook nog een aantal liedjes die ik zing. Zoals Country Roads en Britney Spears, I'm Not a Girl. Maar dat liedje hebben we eigenlijk helemaal veranderd. Het gaat over dat ik geen meisje meer ben, maar ook nog geen vrouw. Dat ik eigenlijk net tussenin zit. En alles wat ik nodig heb, dat is gewoon tijd. Het duurt misschien wel iets langer voordat ik mijn doel heb bereikt, wat ik wil. Maar het komt er wel. Patricia. Hey. Heb je er zin in? Ja, super. Ja, mooi toch? Ik vind het wel spannend, maar... Wat vind je spannend? Ja, de tv en zo toch. Ja. Ik voel ook wel een soort kriebel in mijn buik hoor, om eerlijk te zijn. Wat vind jij van Brabant? Wat ik van Brabant vind? Nou, Brabant, de gekste, dat is altijd goed.
ik heb een cadeautje voor jou bij. Nou, ik heb een mooi tasje eromheen. Alsjeblieft. Toch niet wat ik denk, hè? Ik heb wel eens met Guus Meeuwis... het voelt wel zo, in ieder geval. Diepe Tilburg. Nou, kijk eens even. Het is gewoon echt schrubbelair, hè? Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel lekker. Stiekem hoor, dat zeg ik niet tegen iedereen natuurlijk, maar tegen jou kan ik dat wel zeggen nu. En als je deze opdrinkt, dan word ik altijd heel gezellig van. Ja, ik drink hem meestal met carnaval. Ja, nou ja, je moet hem ook niet te vaak nemen natuurlijk. Nee. Ik denk als ik vanavond klaar ben, ik moet straks naar de toppers in de arena. En als ik dan daar klaar ben, dan is het voor mij weekend, dan neem ik wel even een slokje denk ik. Misschien dat Gerard Joling ook wel, die lustte dit ook wel. Hoe vind jij dat? Fans met een verstandelijke beperking? Nou, ik ben al 14 jaar bezig nu en ik heb eigenlijk vanaf het begin van mijn carrière heb ik altijd mogen optreden voor heel veel mensen, maar natuurlijk ook voor mensen met een verstandelijke beperking. En wat je merkt is dat eigenlijk die mensen, die kan dat uit de grond van mijn hart zeggen, dat zijn de meest trouwe fans die je kan wensen. Die zijn altijd enthousiast. Die staan altijd voor, die willen allemaal vooraan staan. Ze willen allemaal iets van je meekrijgen of een handtekening. En die zijn altijd trouw. Kun jij er dan ook tussen uithalen van wie er nou een beperking heeft en wie? Nou, dat zie je natuurlijk niet altijd. Nee. Dus dat is niet altijd zichtbaar. Je hebt natuurlijk verschillende gradaties. Bij zo'n festival dan? Nou, bij zo'n festival zie je wel sommige... kun je aan het uiterlijk zien natuurlijk of ze een handicap hebben. Maar over het algemeen valt het niet 1, 2, 3 op. Hartelijk bedankt. Dank voor het lezen. Graag gedaan. Live vanaf Funpop, Patricia en ik. Patricia, hoe ging het? Ik vond het goed gaan. Ik vond het hartstikke leuk en leuk om zo te vertellen. En hoe was Jan? Super. Was echt, was leuk. Heel enthousiast en was mooi. Viel het je mee? Ja, ik was van tevoren wel zenuwachtig, maar het viel echt reuze mee. Misschien jij. Aangenaam. Hoe kom jij aan die handtekening? Jij bent net daarachter, heb ik die. Ik ben net achterin geweest. Zo. En toen heb ik hem laten signeren. Oh, als je hier aansluit, dan kun je hem ook. Kun je er ook een handtekening op laten. Ja, dat is wel een grote rij, hè? Zo wat mooi! Wees er zuinig op, hè? Kom hier even samen op de video. Top, punt, top, pop is top. Hoi, dit was mijn hobby en ik hoop dat jullie genoten hebben van de aflevering. Tot ziens! Ik vond het echt te gek, Funpop. Maar ik ben wel blij dat we terug gaan. Ik voel toch een stuk veiliger, hè? Gewoon naar huis. Wat hebben we volgende week eigenlijk? WMO en Circus Lachende Zon. WMO? Dat klinkt ingewikkeld, maar Lachende Zon? Dat klinkt dan weer... Dat klinkt weer lachen. Volgende week, TV zelf.